Van harte welkom in een nieuwe aflevering van het Koetshuis met in deze aflevering één gast. En dat is Carla Kreuken-Wilderman van de PVDB, maar ze zit hier als wethouder. Dat is een heel ander gevoel als 3 maanden geleden? Ja, zeker. Een nieuwe rol, dus dat is ook even wennen. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik ben gemotiveerd en ik wil graag aan de slag. En dat heb ik natuurlijk ook de afgelopen 2 dagen al gedaan. Ja, je bent onlangs geïnstalleerd. Hoe ging dat eraan toe? Voorafgaand aan die installatie is het coalitieakkoord besproken in de Raad. Dat was een levendige discussie. Er zijn heel veel vragen gesteld door de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Raad. Hebben met name over de oppositie, hè? Dat is in dit geval D66, CDA, ProTiel, Krachtig Tiel en GroenLinks. En de ChristenUnie. En de ChristenUnie niet te vergeten, ja. Kunnen ze er een paar vragen uithalen? Ze varieerden enorm van vragen op detail tot aan vragen van hoe ga je de verdere invulling doen. Ja, die zijn voor een deel, als je het hebt over die invulling, is dat op dit moment nog even lastig om te beantwoorden. Kijk, wij leggen met het coalitieakkoord natuurlijk onze koers neer. En, Tiel in balans. Ja, aan de hand van die koers ga je plannen ontwikkelen en ga je plannen uitwerken. En die komen vervolgens dan natuurlijk nog weer terug in de Raad. Dus op het moment dat je echt inhoudelijk wil gaan discussiëren over die plannen, ja, dan doe je dat in de Raad. En is dat in zo'n moment dat je zo'n coalitieakkoord bespreekt, is dat dan nog eigenlijk net iets te vroeg. Ja, het is een mooi akkoord, goed geschreven, duidelijk voor iedereen te begrijpen, 25 pagina's dik. Dus dat is niet een verhaaltje van eventjes op 2 A4'tjes dat het een en ander is neergezet. Haal er eens een paar highlights uit. Nou, we hebben natuurlijk ook in de verkiezingsperiode eigenlijk zo'n beetje alle partijen het gehad over de schone stad en goede zorg. Dus dat zijn ook 2 onderwerpen die belicht worden in het coalitieakkoord. Daarnaast het goed wonen in Tiel. We willen graag zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. Dus we gaan ook inzetten op nieuwbouw in Tiel. Ontwikkeling Passewaaij 9, 10 en 11 in combinatie met de rondweg. Maar ook inbreiding in de stad zelf. Niet in de binnenstad, maar gewoon in de stad zelf. Zonder tot in de details te gaan, hè? Die rondweg, dat gaat nog wat kosten. Ja, maar we hebben eigenlijk in Tiel geen geld. Of zie ik dat verkeerd? Nou, de portemonnee is aardig leeg, ja. Maar je kan nog wel wat. En dat betekent ook gewoon dat je goed moet kijken, keuzes moet maken en creatief moet zijn. En wij denken dat de rondweg in combinatie met de bouw van 1911, daar zou dan een deel van uit gefinancierd kunnen worden, het streven is om daar in ieder geval deze periode, coalitieperiode, om daarmee te starten. Dat betekent in dit geval dat die rondweg wordt doorgetrokken, tenminste de weg wordt doorgetrokken. Hè? Het is nog niet zo dat die dan ontsloten wordt naar de snelweg, of is dat wel een optie die bekeken gaat worden? De rondweg wordt inderdaad rondgemaakt. Het is nu eigenlijk een U, hè? Mm-hmm. Dus dat klopt. In het coalitieakkoord hebben wij ook opgenomen dat we willen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ook een derde ontsluitingsweg mogelijk te maken. Ja, Mathiel kan dat zelf niet, dus zou dat zelf niet kunnen betalen, hè, om dat hele bedrag te gaan doen. Ja, kan wel, maar dan gaat de kosten van heel veel andere dingen. Want dan praat je over een 1 met 7 nullen, minimaal. Dat weet ik niet precies hoeveel dat is, maar ik weet wel dat het een hele grote investering is. En ik denk dat we daarom ook goed moeten kijken wat de mogelijkheden zijn. En daar is dat onderzoek ook voor. Ja, wat overeind is gebleven tijdens de coalitieonderhandelingen is de herbouw en de vernieuwbouw, zullen we maar zeggen, van de RSG, van het Lingencollege. Ja, dat klopt. En we zijn er eigenlijk nog wel een stapje verder mee gegaan. Het bedrag wat beschikbaar is, hebben we nu gelabeld voor de MAVO. De start wordt gemaakt met de bouw daarvan. Na de zomer is dat, geloof ik, al. Dus die houdt er dan nu even buiten. Maar daarnaast was het ook de bedoeling ook om de HAVO-VWO te gaan verbouwen. Nou, daar hebben we nu een bedrag taakstellend voor gereserveerd.
En omdat het taakstellend is, blijft er ook nog geld over voor de huisvesting van het VMBO, dus die flat. In de komende periode gaan we ook onderzoeken of dat het voldoende is. Want ook zij, die leerlingen daar, die verdienen fatsoenlijke huisvesting. En daar gaan we naar kijken. In de aanloop na de verkiezingen heeft PVDB niet gezegd van nou, dat willen we niet op deze manier. Dat was toen geloof ik 23 miljoen meegemoeid. En er was nog een constructie op bedacht om dan zeg maar de lening langer te laten lopen en het jaarbedrag hetzelfde te houden. En jullie hadden zoiets van nou, dat moeten we eerst nog maar eens even bekijken. Want het proces zoals dat toen ging, om dat er als het ware doorheen te drukken, dat zagen jullie niet zitten. Zie ik dat verkeerd of niet? Is het zo gegaan? Nee, dat klopt. Het was toen een ingekomen stuk. En in dat stuk ontbrak ook de risicoparagraaf, zo zal ik het maar eventjes noemen. Wij vonden dat het stuk, omdat het toch anders was dan eerder afgesproken, netjes in de raad besproken moet worden en dat de risico's goed in beeld gebracht moeten worden. Als dat gebeurt, was dat een moeilijk punt tijdens de onderhandelingen? Nee, dat was geen. Nou, in zoverre, kijk, alle coalitiepartijen, VVD, PvdB, maar ook PvdA, vinden het heel erg belangrijk dat dat een goede onderwijshuisvesting is. Ik ben natuurlijk iedereen. Ja, en dat staat eigenlijk gewoon buiten kijf. Waar het wel om ging, is dat we precies wilden weten hoe het zat. En nou ja, daar hebben we nou goed inzicht in gekregen. En nou, wat ik zojuist zei, we willen niet dat het VMBO het kind van de rekening wordt. Mm-hmm. En daar hebben we nu een mooie oplossing voor gevonden. Of in ieder geval, we hebben een visie daarop. Mm-hmm. Kijk, de manier van onderwijs geven, dat is een rijksaangelegenheid. De gebouwen, die zijn van de gemeente. Ja. Jarenlang heeft Tiel daar vanuit het Rijk geld voor gekregen. Dat is nooit geoormerkt. Oftewel, Tiel kon er zelf mee doen wat ze wilde. En dat hebben ze ook jarenlang gedaan. Minimaal daar naar die scholen toe gedaan. Hoe gaat dat in de toekomst aangepakt worden? Wordt er nu vanaf nu wel een bedragje gereserveerd om over 40 of 50 jaar weer een nieuwbouw te plegen of een andere manier van onderwijs te kunnen geven? Nou, dat vind ik wel een hele ingewikkelde vraag. Daar zou ik zo geen antwoord op kunnen geven. Ik weet wel dat de afgelopen jaren, los van misschien voor het RSG Lingen College, heel veel geïnvesteerd is in onderwijshuisvesting. Met name ook binnen het basisonderwijs. Dus ja, daar zijn inmiddels, ik geloof, 3, 4 prachtige nieuwe scholen ontstaan. Uh-huh. En daar krijgen de kinderen op een vernieuwende manier onderwijs krijgen binnen een goede huisvesting. Ja, ik bedoel ermee te zeggen dat als men gewoon jarenlang geleden, dus 20, 30 jaar geleden, al elk jaar een bedragje had gereserveerd voor nieuwbouw, dan was het eenmalige bedrag wat nu op tafel gelegd moet worden en weer worden afgeschreven niet zo geweest. Ja, dat zou misschien kunnen, maar dan zouden er misschien op andere vlakken binnen het onderwijs minder geld beschikbaar geweest zijn. Dat weet ik niet precies. Een schone stad. Een van die dingen wat daarin opvalt is dat Tiel een eigen veegwagen weer gaat nemen. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar we hebben de AVRI, die gemeenschappelijke regeling van 10 gemeentes. En Tiel wil eventueel nog wel verder gaan. De AVRI voert allerlei zaken uit, maar wij als Tiel vinden dat dat niet goed gebeurt. Ondanks het gesprek gehad hier aan tafel met Erik de Vries, de directeur van de AVRI, die zegt ja, wij voeren uit wat er gevraagd wordt. Wilt u meer, dan zal er ook meer voor betaald moeten worden. Dus je legt eigenlijk het balletje er weer terug bij al die individuele gemeentes, waaronder Tiel. Mm-hmm. Ja, kijk, de AVRI voert inderdaad uit wat de 10 gemeenschappelijke gemeentes willen. En dan is het gewoon meeste stemmen gelden. We zijn al een poos natuurlijk afgelopen jaren bezig om maatwerk voor Tiel te krijgen. Want dat is echt wat er nodig is. De situatie hier in Tiel is gewoon anders dan bijvoorbeeld de situatie in, Neerijnen of zo. Ja, Neerijnen, dat wordt onderdeel van de nieuwe gemeente West-Betuwe. Ja. We gaan daar zelfs helemaal mee stoppen. Ja, ik heb ook zoiets gelezen in de krant, ja. Zou Tiel zover willen gaan in de toekomst eventueel als het allemaal niet vlot zoals het nieuwe gemeentebestuur dat zou willen?
Nou, daar zou ik niet op vooruit willen lopen. We concentreren ons nu eerst op het terughalen van die toezichthouders. Het inzetten van die veegwagen. Er zijn nog een aantal andere initiatieven die we verder, lopend beleid, wat we verder gaan uitrollen. En laten we dat eerst maar eens even bekijken. Maar ja, als je iets afspreekt, verwachten we wel dat het ook uitgevoerd wordt. Nog meer zaken die in Tiel in balans staan in het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar? Nou, heel belangrijk is natuurlijk de zorg. Dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. En dat betekent dat we de komende 4 jaar flink aan de bak moeten. Want er is al jaren een groot tekort binnen het sociaal domein. En daar zullen we iets mee moeten doen. Daar doen we nu ook al wat mee binnen dit coalitieakkoord. Want we reserveren daar 1 miljoen voor. Afgelopen jaar is toch iedere keer gebleken dat tekort hadden. Ja, en voorlopig krijgen we van het Rijk niks erbij om dat dicht te gaan lopen. Dat weten we nog niet precies. De meicirculaire is nog niet doorgerekend. Maar de berichtgeving daarover is niet heel positief, nee. Oftewel, er wordt een hele of een job om dat alweer voor elkaar te krijgen. Hè. We hebben het vorig jaar gezien met een flink tekort, ook dit jaar weer. De GGD laat ook alweer rode cijfers zien. Dat is ook alweer een winstgewaarschuwing. En dan met name bij Veilig Thuis? Veilig Thuis, ja. Ja, nou, daarom reserveren we daar ook geld voor. En dat vinden wij verstandig. Want je kan wel denken van, nou, dat zien we aan het einde van het jaar wel. Maar dan heb je misschien het geld uitgegeven. Dus daarom reserveren wij op voorhand 1 miljoen euro voor de zorg. Kijk, ik snap dat je nu aan de andere kant van de streep zit. Hè? Geen oppositie meer, maar je zit in de coalitie en je bent wethouder. Dan heb je ook de taak om het voor Tiel als zodanig als stad te hebben. Maar vind je het niet een beetje raar als je kijkt naar afgelopen dinsdag toen het coalitieakkoord besproken werd. Dat dan de oppositiepartijen die nota bene verantwoordelijk waren voor die begroting van 2018. Dat ze roepen van drijfzand, nergens op gebaseerd. Dit wordt een drama. Dat was een heel zuur verhaal, met name van D66. Heb je dan niet zoiets van ja joh? We gaan uit van onze eigen kracht. En er ligt hier gewoon een prachtig mooi coalitieakkoord waar we echt trots op zijn. PvdB is er trots op. Er staan heel veel wensen in verwerkt, zoals ook in ons verkiezingsprogramma terug te lezen zijn. Dat geldt ook voor de VVD en de PvdA, die zijn er ook trots op. We gaan Tiel in balans brengen. De perspectievennota, je gaf het zelf al een beetje aan, dat ziet er niet positief uit, omdat er minder geld vanuit het Rijk gaat komen als verwacht. Het perspectief is wat bijgesteld. Waar heeft dat mee te maken, weet je dat? Dat heeft te maken met inderdaad de bijdrage die we vanuit het Rijk krijgen, die naar verwachting minder zal zijn. Ja, die meicirculaire, dat ziet er niet zo positief uit zoals verwacht was. Het Rijk gaat minder uitkeren naar alle gemeentes in Nederland. En dat heeft te maken dat de lonen en de kosten van zaken minder gaat stijgen, dus dat er ook minder uitgekeerd wordt. En dat is jammer, want in de economie gaat het wel beter. Hè? En het was samen trap op, samen trap af. Nou, je hebt je er goed in verdiept, Rini. Ja, dat is ook onze taak, hè? Ja, we weten nog niet precies wat het voor Tiel gaat betekenen. Dat moet allemaal nog doorgerekend worden. Het is best een heel ingewikkeld proces. Dat klopt, er zitten allerlei rekenmodellen tussen. Dan moet je al flink gestudeerd hebben, wil je dat doorhebben. Maar even grofweg gezien, het is 456 miljoen wat er minder gaat naar alle gemeentes. Op 450 gemeentes, dus dat zal ergens tussen de 500.000 en 1 miljoen zijn wat Tiel gaat missen. Maar ja, dat weten we niet. Nee, dat weten we niet, want we weten helemaal niet hoe die verdeelsleutel is. Het wordt niet meer, dat kunnen we wel zeggen. Het wordt niet meer, nee. Nee. Wat heeft dat voor invloed op Tiel in balans? Dat zaken later moeten gebeuren of kunnen gebeuren? Nou, we gaan in ieder geval zorgen dat de begroting sluitend is. En als dat betekent dat we sommige dingen misschien iets later in de uitvoering moeten zetten, dan zou dat kunnen. Maar ons streven is ook, en daar gaan we ook de komende periode, de komende maanden goed naar kijken, om toch nog wat ruimte te vinden binnen de begroting, dat we ons gewoon kunnen houden aan het
de planning in het zoals het in het coalitieakkoord staat. Wat de oppositie aangaf tijdens die buitengewone gemeenteraadsvergadering was drijfzand, dat was dan één, potverteren. En daar hebben ze natuurlijk wel een punt, want je gaat reserves aanspreken om die gaten dicht te lopen. Ja, nou, volgens mij reserveren we ook een miljoen voor het sociaal domein. Maar vragen over de financiën, dan zou je eigenlijk gewoon even de wethouder financiën moeten uitnodigen. Die kan het uitstekend uitleggen. En dat is Marcel Melis. Ja. Nou, die is binnenkort ook te gast hier in het koetshuis. Jouw eigen portefeuille, laten we het daar eens over hebben. Je hebt sport onder andere, sport, sociaal domein. Sociaal domein, WMO, armoedebeleid, gezondheidszorg en recreatie en toerisme. Ja, dat is dus best wel een pittige pot. Pittige dossiers, onderwerpen die je hebt. Ja, ja, en daar ook echt bewust voor gekozen? Als je kijkt naar de portefeuilles, dan zitten er heel veel pittige portefeuilles tussen. En zo hebben we er allemaal een aantal. Ja, ik zeg dan, dat is best wel stoer voor zo'n nieuwkoming wethouder. Maar ga er maar aan staan. Ja, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Er is een groot team aan collega's die me daarbij ondersteunen. Maar ik ga de uitdaging aan. Een sprong voorwaarts. Nou, en niet een diepe. Nee, wat mij betreft niet. Nee. Hey, tot slot. Zijn er nog zaken waarvan jij zegt van nou, dat wil ik nog zeker even genoemd hebben voor de kijkers? Misschien toch nog wel wat dingetjes. Misschien aansprekend voor de inwoners van Tiel. Je vertelde net al van vernieuwbouw van RSG Lingen College gaat gewoon door. De bouw van het zwembad gaat door. Daar komt ook lekker wat vertiering. Dat was een belangrijk punt, hè? Dat was voor ons een belangrijk punt. Er komt lekker wat. Waren die andere partijen daar helemaal mee eens? Want ik kan me nog herinneren, vorig jaar dat de VVD bijvoorbeeld zei van nou nee, we hebben geen geld. En een bak met water, dat is voor ons voldoende. Nou, we zijn eruit gekomen. Hoe heb je dat voor elkaar gebokst? Ja, daar ga je over praten en je gaat kijken wat het betekent, ook financieel. Heb je ergens water bij de wijn moeten doen? Waar zat dat? Zat dat bij bijvoorbeeld die scholen of niet? Nee, want wij, net ik van, net al eerder zei, wij zijn altijd voor goede huisvesting geweest. Als je kijkt naar de coalitieonderhandelingen, die zijn eigenlijk in een hele goede sfeer gelopen. Nou, hartstikke mooi. Hey, nogmaals gefeliciteerd met dit mooie coalitieakkoord. En natuurlijk veel succes. En wij van de Regio TV houden natuurlijk de vinger aan de pols. Goed zo. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.